gaan we het hebben over schoenen. Schoenen, schoenen, schoenen. Markeen heeft enorm veel schoenen in de collectie. We gaan jullie vertellen over de trends, over de stijlen. Ja, ook, je kan perfect gaan combineren. Wat leuk is aan onze collectie en onze eigen collectie van schoenen, is dat je perfect je schoen kan aanpassen op je outfit. Bijvoorbeeld kleuren komen terug, stijlen komen terug. Dus maak het plaatje nog compleet. Ik ga jullie het woord geven aan Ines, want zij kan jullie veel meer vertellen over de trends en over de stijlen van de schoenen. Want ze is een beetje verslaafd aan schoenen. Dus ik ga haar meer laten vertellen daarover. Oké, dankjewel Caroline. En dat klopt inderdaad, ik ben verslaafd aan schoenen. Ik kan er niks aan doen, het is gewoon zo. Daarom, ik ben Markeen ook alleen maar dankbaar dat dat aanbod in schoenen zo groot is. Kei leuk om mee te werken. Altijd heel leuk om naar uit te kijken. Een klein woordje uitleg hier bij ons poppen. We hebben die alle drie aangekleed. Ieder zijn eigen stijltje. Ik ga ons eerste pop hier eens laten zien. Die heeft een hele comfy vest aan. En een leren culot. Culot, dat wil zeggen, die broek is korter en die is breed van pijp. Nu hebben wij hier onder gestoken een laarsje, vierkante tip, helemaal in nu, dit seizoen. Die hebben we ook nog in een andere kleur. Voilà. Ons volgende pop, die is ook helemaal trendy, want dat gaan we heel vaak zien nu bij de bloggers. Super skinny, strakke broek onder die lange jas. En dan gaan ze combineren met een hoge laars. Met een leuke print, dit is de snakeskin. Makkelijk een hak. En die kun je ook laten afzakken. Ik ga dat bij mij laten zien. Ik heb dezelfde aan in de lichte tint. Dus je kunt die hoog dragen. Maar je mag die zo ook laten zakken. Super hip. Heel comfortabel. Kan zelfs een bijpassende tas bij. Hier zit ook die snakeskin in. En er zijn zelfs de sneakers van. Kan onder elke set ook weer gecombineerd worden. Dan als laatste pop, die is iets klassieker aangekleed. Alhoewel, we hebben niet gewerkt met een echte blazer, maar met een hipper en een toffer en een nieuwer model. Je ziet dat is korter, dat is breed en die mouw die in een heel andere aanzet. En dan hebben we onder dat klassiek broekje hebben we toch een sneaker gestoken. Pardon, om het gewoon hip en trendy te houden. Voilà, alsjeblieft. Dan ga ik nog verder met een paar stijltips. Wat ik ook wel belangrijk vind bij schoenen, want soms zie ik zo van die bloopers verschijnen dat ik niet zo leuk vind. Vorig jaar hadden we heel veel korte laarsjes in de mode. Die modelletjes bijvoorbeeld, deze. Ik vind dat ze dit al verbeterd hebben omdat ze hoger zijn. Maar wat zag ik heel veel verschijnen, is dit soort laarsjes, dus de kortere laarsjes, onder een jurk. Ik had daar wat moeite mee. Wat je eventueel kan doen is, om het goed te maken, zorg dat je een panty in dezelfde kleur aan hebt. Dan vind ik dat het kan. Of ga naar een hoger modelletje. Binnen wat kleiner en ja, dan heb je dikwijls probleem dat de laarzen te hoog komen. Want natuurlijk, die trend is goed dat je groot bent. Het is wel een voordeel dat je ze kunt laten afzakken. Maar dit is dan plan B. Iets hoger, doe daar dan een dikke zwarte kous in. En dan gaat dat wel leuk staan. Ja, nog een belangrijke stijltip vind ik hier bij die outfit. Dus als je de laars over de broek gaat doen, ik had daar zelf ook altijd wat moeite mee, dat is ook weer een hele tijd terug mode geweest. Maar wat zag ik dan? Bijvoorbeeld, toen was dat met de witte smalle broeken. En wat gingen ze dan doen? Daar een zwarte laars over en wat zie ik dan? Nog zo'n stukje been. Dus dan gaan wij echt in drie stukken opdelen. Dus dan ga je uw laars krijgen, uw stukje been, lichaamje nog en dat gaat zo hard verkleinen, dus dat vind ik not on. Zorg dan, als je dit doet, dat je je broek in dezelfde toon van je laarzen doet. Ik vind dat hier heb je dat ook geprobeerd bij mezelf, is ja, toch een beetje die lijn door te trekken. De culottes zijn ook tof trouwens met een sneaker. Dus je mag dat stukje been nog zien, maar ook kijk naar de verhoudingen met je lichaam. Bekijk goed in de spiegel ook. Moet ik mijn broek nog net iets korter laten maken of moet ik ze lang laten? Wat wou ik nog meegeven in de trends? Dat de punten weer teruggekomen zijn en ook
de applicaties gaan terugkomen. Dus gespen erop. Hier bij mijn laarzen zie je bijvoorbeeld ook weer dat strikje van achter erop. Wat wil ik nog meegeven is de combats. Dat is ook een trend dat er meer terug in zit. Dus voor wie geen hakken wil dragen en wie dan een platte schoen wil, vind je dit ook een heel goed alternatief. Ik zou dat zelf ook onder die culottebroeken steken, maar let op dat je dan niet nog eens dat stukje been ziet. Dus de mijne, die gaat dan weer net iets te kort zijn. Die dat Ines bijvoorbeeld aan had, of die leren hier, die is iets langer van model, kan ook perfect zo'n combatstijl onder. Dit is het nieuwste qua model, maar we hebben ook nog steeds in de collectie de deze in zitten. Die laten we hier nu niet zo zien, omdat ik vind dat die weer leuker bij de lichte tinten gaat staan. Dus ook weer, ja, past de kleur van onze schoen wel aan aan hun outfit. Dat vind ik wel een belangrijke. Ja, en dan natuurlijk de sneakers. Ook eentje dat er terug veel in gaat zitten. Heel tof vind ik dan ook, enkelbloot mag. Dus de broek er lang over gaan we nu weer ietsje minder zien. Met de brede broeken, ja, misschien wel. Maar sneakerken vind ik ook wel tof, enkelbloot of rond uw broek eens even zo. Ik denk dat we dan alles gehad hebben. We hebben de sneakertrend gehad, we hebben de punten gehad, we hebben de vierkante neuzen gezien. De speciale hakken misschien ook nog eens accentueren, dat ga je ook veel in de collectie zien. Bij al de merken trouwens. Je gaat heel gekke hakken zien dit seizoen. Deze vind ik nu heel subtiel. Dus die is... Ik ga een beetje dichter komen. Die heeft zo toch dat plat vierkante. En dat maakt deze laars toch weer iets nieuwer van model. En... Dan hebben we het allemaal gehad. Dus... Volgende keer gaan we nog iets dieper in op de handtassen. We wachten weer op een nieuwe levering, dat er weer wat tassen bij zijn. En dan gaan we jullie nog wat tips en trends meegeven over de handtassen.